842 personen in het district Para hebben vandaag hun grondbeschikking in ontvangst genomen. Dit is het vierde district sinds het aantreden van de regering Santokki Brunswijk, waar deze documenten worden uitgereikt aan bewoners die reeds lang een aanvraag hadden ingediend. Plus afleiden 20 de maar dat samen zijn regering die ze doen, de Ogo. Ik ben blij, heel erg blij. Ja. Want ik heb al bijna 35 jaar lang geregistreerd. En telkens werd ik aan een. Ik kreeg maar geen oproep. En ik ben blij dat deze regering me geholpen heeft. Ja. Voel me goed. Hoe lang heeft u moeten wachten? Een jaar. Ik voel me heel blij. Nee, ik voel me heel blij. Bijna 10 jaar lang aan je wachten, volgens mij vind ik papieren. Heel tevreden hoor, blij. Volgens burgermoeder van het district Para, Marlene Joden, is dit een van de blije momenten voor haar, maar ook voor de personen die hun beschikking hebben ontvangen. Ontwikkeling kan alleen komen als je ernaar toewerkt. Mensen, uno las ati, womeking. Van onze kant, als overheid en de overige politieke en bestuurlijke structuren, moeten en gaan wij vol tegenaan om zo snel mogelijk de belangen van de mensen aan te pakken en op te lossen. Ik feliciteer de mensen die vandaag hun rechtszekerheid krijgen en druk hen op het hart om spoedig te voldoen aan de verplichtingen om hun beschikking in te schrijven. De mensen die straks een bereidsverklaring zullen ontvangen, luistert u goed. In de bereidsverklaring is aangegeven aan welke voorwaarden u moet voldoen om uw beschikking te krijgen. Er is aangegeven dat u een x-bedrag moet storten in Slanskas. Er is ook aangegeven dat u het terrein door een landmeter moet laten opmeten. Maar het belangrijkste is dat u de bereidsverklaring moet aanvaarden. Dit wil zeggen dat u de kwitantie van de gestorte leesjes en zegelrechten en de opmetingskaarten in viervoud tezamen met de originele beschikking moet indienen op het domeinkantoor aan de Prins Hendrikstraat. Bij de indiening ontvangt u een aanvaardingsbewijs. U heeft 6 maanden de tijd om deze handelingen te plegen. Als u deze stukken niet binnen 6 maanden indient, komt de bereidsverklaring te vervallen. Minister Dinonta Forswijk van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer drukt de samenleving op het hart om binnen de afgesproken tijd hun stukken in orde te maken, anders kunnen zij hun toegewezen stuk grond kwijtraken. U heeft maar 6 maanden de tijd om alles wat ze heeft uitgelegd te doen. Als u dat niet doet, komt uw bereidsverklaring te vervallen en iemand anders gaat uw stukje grond krijgen. Als u straks uw toewijzing beschikking in handen krijgt, ga u heel snel naar Emmy Glees, want u heeft maar 4 maanden de tijd om het in te schrijven. Als u dat nu doet, gaat u straks daar bij de stoep komen zitten van minister, ik ben laat, kan ik het alsnog krijgen, maar misschien heeft iemand anders het al gekregen. Vice-president Ronnie Brunswijk gaf de minister als opdracht mee dat de processen versneld moeten worden uitgevoerd op het ministerie. Personen moeten heel snel beschikken over hun grondpapieren. Met onhoorders maar jaar, go jaar, kom voor een lauw overdrag. Als maar, kan je een familie die wat maar op is grond. Laat die overdrag plaatsvinden. Met kwam een beleid dat is aan dat die naaf go langer. Binnen 24 uur overdragen. Dat doen we. Maar je go, je go naar notaris, dat je pijl money, dat eenmaal 24 uur, ik heb blij dat hij werkt uit als maar ik kies een overdracht. President Chandrika Prasad Santokki feliciteerde de samenleving met het bereiken van deze mijlpaal in het district. Een stuk perceel moet voor ontwikkeling zorgen binnen heel Suriname. De president vraagt geduld van de samenleving. De regering zal er naartoe werken iedere Suriname te voorzien van een stukje grond. En aan de andere kant heb ik kiezen voor alle bereidheidsverklaring. Zorg goed dat aan kwijt cultuur toe, in bouw, en financiële cultuur, dat kan lassen toe. Dus hier zie je verantwoordelijkheid, waanzinnige regering, om happy, dat alles wat van wat is grong, maar trouwens in naar Euroko toe, voor zorgen dat je bewerkt aan grong, financiële cultuur, bouw,
de regering moest zorgen dat boemkop kapitaal moest komen. Dat ik kan leni bakam. En dat 2% rente, 3% rente, 4% rente. Als zou kom bakken. We zetten aan rokot op alle niveaus.